Werken aan een goed en rijk leven begint in het hier en nu. Hoe gaat het nu met je? Misschien vraagt waar je nu last van hebt veel aandacht. En zijn de mensen die je ermee helpen omgaan? Lukt het om nu goed te blijven staan? Bij een rijk leven ga je ook kijken naar een breder plaatje. Waar je vandaan komt. En ook waar je heen zou willen. Naar een toekomst die je aanspreekt en jou weer plezier in je leven kan geven. Wie wil je in je kenniskring? Is er werk wat je zou willen doen? Je kijkt vooruit. Het gaat om jouw eigen ambities. Om wie jij zou willen zijn. Dat doe je niet alleen. Er is iemand die met jou het gesprek gaat leiden. Samen met haar of hem zoek je een groep mensen uit die met je mee willen denken en die je willen helpen. Hierin kunnen mensen vanuit je familie en vrienden, behandeling en begeleiding meewerken. Maar ook mensen uit de buurt, stageplek of werk. Wie iets weet en bij kan dragen aan jouw plannen, die is welkom. Jij bepaalt wie erbij is. Meteen in het eerste gesprek kies je doelen om aan te werken. In de weken erna ga je al de eerste dingen uitproberen. Als je het nodig hebt, gaat iemand met je mee. Het gaat er niet zozeer om leren door praten, het gaat om leren door doen. Het gaat erom hoe het voor jou is als je nieuwe dingen uitprobeert. Werken aan een rijk leven gaat vooral over dingen doen en uitproberen. Na een paar weken met elkaar is het volgende gesprek. Daarin wissel je met de groep ervaringen uit. De mensen die met je op stap zijn geweest vertellen mee over wat zij gemerkt hebben. Samen stel je zo de plannen bij. En zo gaat het verder. Naast werken aan een rijk leven, kan er je gewone traject zijn van begeleiding en behandeling. We letten er samen op dat de twee manieren van werken goed op elkaar blijven afgestemd. Zodat jij van alle twee vormen van ondersteuning het meest voordeel blijft hebben.